Heeft u, wat gaat u doen met die, kolen? Ik ga even die kolen halen. Dat ligt nog een beetje hier om de hoek. Ja? En ik ga het vuur wat ik aangemaakt heb wat bijvullen. Oh ja. Dat komt zo. Ik loop wel even mee, want dat vind ik wel heel interessant. Oh ja, die is nog gewoon een kolenplaat. En dan komen we hier in de smidsen terecht, waar het vuur inmiddels al behoorlijk is opgelaaid. Terug in de jaren 60. Misschien nog korter. Want hoe lang bent u hier actief geweest? 33. Daarvoor was ik eigenlijk net in de tweede staan. Maar was hier al een soort smederij of helemaal niet? Nee. Dat was een clubhuis van de NV'ers. Hier. Die heeft ons ook allemaal dingen op de muur. En die hebben we dus punt 1 die rechtmoes wordt. Verwijderd. Ja. Wat denk je dat het eerst was? Was dit een boerderijtje of een tuinderijtje? Wat was dit? Het was oorspronkelijk een tuinderij. Tuinderij, hè? Ja. Ja, in het binnengebied. Ja. Er waren boeikassen, was dat terrein. Ja. Kon je nog zien in de aftekening op de muur. Ja, ja. Je vader was ook smid of niet? Ja, dus in de voetsporen van die vader. De hele handen. Ja.
Dan heb ik ook benaderd. Ze geeft niet meer, maar ze staan allemaal te interviewen. Bedankt voor uw poseren. Ja, oké hoor. Ja.